Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Hoort u mij? Ja, nu hoor ik u. Ha, ik ben blij dat u er bent en u ziet er nog niet zo uitgeslapen uit. Nochtans, ik ben al goed wakker, hoor. Bent u een ochtendmens? Ja, absoluut. Wanneer staat u normaal gezien op? Normaal gezien sta ik om zes uur op, maar deze keer was natuurlijk nog wat vroeger. U bent al meer dan 12 jaar burgemeester. In 2004 begon u als jongste burgemeester van Vlaanderen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben, uh, op het einde van het jaar zal het 15 jaar zijn dat ik burgemeester ben. Hoe was die start? Eigenlijk wel zeer goed. Uh, dat was in de helft van een legislatuur. En uh, dat was inderdaad wel een goede start met een stukje een vernieuwde ploeg op dat moment in onze gemeente. En die toenmalige vernieuwde ploeg is nog altijd voor het grootste deel volop aan het werk in de gemeente. Nu, zoveel jaar later, bent u al meer dan twee termijnen dus burgemeester. Denkt u dat u nog een keertje verkozen geraakt? De kiezer beslist daarover, dus uh, ik kan alleen maar hopen dat het zo wordt. Ik ben opnieuw uh, kandidaat burgemeester op 14 oktober, maar het is aan de kiezer om zich daarover uit te spreken. Zes jaar geleden trok u naar de kiezer met de belofte dat er een nieuwe brandweerkazerne zou komen. Maar zes jaar later is de eerste steen nog niet gelegd. En dan is er ook het geval van het nieuwe zwembad, hè? dat verdween zeven jaar geleden. En inwoners klagen: dat is wat ons toch opvalt: dat ze toch een beetje te lang moeten wachten op een nieuw zwembad. Wel, het is inderdaad zo uh, in verband met de eerste steenlegging van de brandweerkazerne, dat die over enkele weken zal plaatsvinden. Dus, uh, dat uh, is een groot dossier, dat is een intergemeentelijk dossier. Dat kadert ook binnen de brandweerhervorming, waar we toch maar heel wat gemeenten samenwerken. Maar uh, het is nu gehunt aan de aannemer, dus we kunnen uh, zeker en vast over enkele weken starten. Wat het dossier van het zwembad betreft is het inderdaad wel zo um, dat de sluiting van het zwembad, omwille van veiligheidsredenen, zeven jaar terug ondertussen, um, toch wel een zeer moeilijke beslissing was. Wij hebben gekozen om niet alleen een nieuw zwembad te bouwen, maar ook intergemeentelijk, eveneens met de gemeente Anzehem. En dit dossier is in volle voorbereiding. En we hopen nog altijd dat er vanaf uh, half 2019 zal kunnen gezwommen worden in de nabije omgeving. Die twee projecten waarvoor u. Dit waren ook wel twee projecten waarvoor u samenwerkte met burgemeester Clode van Marken van Anseghem, die gestorven is. Hoe zwaar is een dood bij u binnengekomen? Dat is heel, heel zwaar binnengekomen. Uh, en dat uh, gaat over een aantal redenen. En eerst en vooral hadden wij over de partijgrenzen heen een bijzonder goede samenwerking tussen de gemeentebesturen. Maar anderzijds was het ook wel zo dat wij ook als uh, mensen uh, zeer goed overeenkwamen. Naast de dossiers zagen wij elkaar ook een keer tussendoor. Uh, dronken wij een glas wijn en dachten wij ook wel een keer over de toekomst. Want ik kan wel zeggen, naast de bestaande dossiers, die zeker zullen uitgevoerd worden, worden. En dat is het zwembad, dat is de brandweerkazerne. Hadden wij zeker en vast nog andere plannen, maar die helaas uh, niet verder tussen ons kunnen besproken worden. Wat is de voornaamste verwezenlijking van uw bestuur? Ik denk dat er een aantal zijn, maar ik zelf ben wel bijzonder fier dat we als gemeentebestuur de kinderboerderij gekocht hebben in de gemeente. De kinderboerderij zorgt toch wel voor een groot stuk uitstraling. Dat was nog altijd in privéhanden. En het feit dat we dat als gemeentebestuur hebben kunnen kopen, dan denk ik dat ook de. Publieke toekomstverzekerd is op dat vlak. En dat zeg ik naast de vele andere realisaties binnen openbare werken en patrimonium, het voorzien van ruimte voor ondernemen, het betaalbaar wonen en dergelijke meer. Maar die kinderboerderij die is mij zeer genegen. Karine vraagt zich af waarom het zo lang duurt voor ze een sociale woning krijgt, burgemeester. Ja, dus het is zo. Uh, en ik ga dat eerlijk toegeven. dat er een deerlijk. De een inhaalbeweging nodig was. qua sociale woningbouw. Maar die is nu eigenlijk wel bezig. Er zijn op de Molenhoek. Uh, nieuwe sociale woningen gebouwd. Die zijn nu ook volop bezig. Uh, een stukje in het centrum. En die gebeuren nu ook in Sint-Lodewijk. Dus het gaat enerzijds. over vernieuwing. van de bestaande sociale woningen. maar anderzijds. zijn er ook heel wat sociale woningen bijgekomen. Dus het betaalbaar wonen. Uh, is een aantal al uh, zeker verbeterd. Er wordt binnenkort ook nog uh, een opening gedaan van heel wat nieuwe sociale woningen. Dus de wachtlijsten kunnen alleen maar verbeteren. Maar dat die er waren in de voorbije jaren, dat is een feit. Gerard van Wijnsbergen wil steentjes voor zijn deur. En dat heeft hij al zo lang gevraagd, burgemeester. Maar het komt er niet van. Vertel eens, hoe moet die man te werk gaan? Wel, als er steentjes gevraagd worden voor een deur, dan wordt dat uh, zeker en vast ook bekeken per straat. Wij uh, zijn geen bestuur meer die enkel werken altijd uh, Tête du client, En zeggen van daar steentjes aan de buren niet. Dus dat wordt eigenlijk gemeenschappelijk bekeken. Dat is ook met het snoeien van bomen. Uh, een boom voor één deur wordt niet gesnoeid, maar de hele straat wordt aangepakt. En ik denk dat de desbetreffende straat misschien wel uh, in de komende weken zou kunnen aangepakt worden. En als dat niet zo gebeurd is. Dan zal er daar wel een reden voor zijn. Maar uh, een dergelijke vraag kan ik niet zomaar in het hoofd beantwoorden. Maar moet gebeuren met de behulp van de technische diensten. Wat is de eigenschap die een burgemeester moet hebben? Ik denk voornamelijk heel veel luisteren. En uh, dat tracht ik in ieder geval te doen. Maar als er veel geluisterd wordt, dan moet je op een bepaald moment in samenspraak met uw collega's ook kunnen beslissen. Het is niet goed om bepaalde beslissingen maar blijven uitstellen en dergelijke meer. Dus goed luisteren, overwegen en overleggen met collega's en dan beslissen. Burgemeester, tijd om op de witte stip te gaan staan. Die ziet u op de grond voor u. Ja. En u mag recht in mijn ogen kijken. De nummer 5. Daar mag je eens mooi grimlachen. Voilà. Het is een burgemeestersmarathon. Dus u moet en u zult ook een beetje zweten. U krijgt één minuut de tijd om de volgende zinnen aan te vullen. En de tijd gaat nu in. Op zondag doe ik het liefst. ontbeten. Op een receptie drink ik het meest. een biertje. Het grootste voordeel aan burgemeester zijn is. Zeer veel in contact komen met mensen. Als ik mijn lint aandoe, dan voel ik me. burgemeester. Als ik een vlieg was, zou ik een dag rondhangen. in het Natuurpark Wemelbroek. Als ik op het toilet zit, denk ik aan. Uh, mijn familie. In de politiek gaat alles traag, want. er is een administratieve romslomp. Toen ik nog jong en knap was, dan. Dan was ik uh, jeugdleider. Mijn grootste geheim is. Dat zal ik hier niet verklappen. Wildplassen deed ik ooit in. Ook in deerlijk. Mijn slechtste gewoonte is. Te snel rijden af en toe. Het grappigste aan mezelf vind ik. Dat ik uh, soms zeer lang twijfel over welke hemd ik zal aantrekken. Mijn goed voornemen voor 2018 is. zeer veel luisteren naar de mensen. Dank u wel, burgemeester. U Met mag ons glazen stembokaal verlaten.